Hallo allemaal, ik ben Winjo en welkom bij aflevering 25 van mijn De Koning Quickstep carrière op Pro Cycling Manager 2018. In deze aflevering twee in dagscursen: de Euro Ice Classic of Cy-Classic in Hamburg, en dan hebben we ook nog iets later de even kijken hoe ze juist noemen de Britannia Classic West-France. En uh, die tweede is een doelstelling, want uh, we moeten daar resultaten halen. We moeten daar top 5 halen in uh, die koers. En uh, ja, dat zal wel belangrijk worden, want de rest van de doelstellingen zijn eigenlijk nog niet zo goed verlopen. Vijf doelstellingen hebben we zelf al niet gehaald, zoals Ruben, de Amstel Gold Race, Leuk Bas Leuk, het Belgisch kampioenschap en de Tour de France dus uh, gaan we ons een beetje moeten hij pakken en uh, die laatste twee zeker halen, want ook uh, de Velta dat zal sowieso niet lukken want uh, normaal en ik was dus een van de kopman maar die is zelf niet gestart omdat hij last had van de rug en uh, ja jongens het niet in vorm dus uh, dat wordt sowieso moeilijk maar nu dus eerst de Cyclassics koers in Hamburg en uh, ja, zoals je ziet redelijk vlak wel een klein klemmetje iedere keer in de finale. De Wazenberg is dat dan. En uh, ja, zoals je ziet niet echt heel goede renners die in vorm zetten. Zo heeft nog altijd 99% natuurlijk. Maar ja, het wordt in principe een massa sprint, Dus gaan we voor Viviani gaan. Die zit wel op 90%. Dus ja, dat wordt sowieso de kopman. Voor de rest hebben we ook nog Jacobsen natuurlijk meer. Richese die snel is. En uh, ja, dan uh, ook nog Michael Froelichonore, Peter Serry en Julian Alaphilippe. Waarmee we misschien wel eens kunnen aanvallen op een van die klemmetjes. Vind je deze serie trouwens leuk? En zeker niet om te liken. Mijn nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. We zitten hier op iets minder dan 30 kilometer van het einde en uh, ja, we zijn op weg naar de laatste passage van de Wazenberg. Het is de vierde passage, al de derde kort na elkaar en uh, een beetje vuur hebben we ze ook gehad. Maar opzijgen, de, de klim is echt niet lastig genoeg. Uh, toch zijn we maar met 30 renners mee, maar dat heeft deels te maken met een valpartij waar ook Ritchie in betrokken was. Maar uh, ja, die is sowieso niet goed in vorm. Of we het toch geen goede dag voor En uh, ja, nu gaan we met Viviani even naar voren, zodanig dat hij niet te veel uh, tijd verliest. Even kijken, jawel, dat is goed. Dan gaan we de koproep inhalen. We gaan kijken of we niet kunnen aanvallen met alle Filip, maar dat zal misschien iets te laat zijn. We gaan kijken. nou we komen niet echt weg. Dus uh, we kunnen Alaphilippe dan maar beter gebruiken voor uh, de sprint aan te trekken met Viviani. Waar zit Viviani? Viviani zit hier. Dus uh, nu is het nog meer dan 20 kilometer vlak naar de finish, dus uh, ja, dat wordt gewoon uh, richting een massasprint. Maar dat is buiten een paar andere renners gerekend, En net een aanval van Terpstra, van Marke en van Avermaet, en niet probeert mee te gaan, dus moeten we reageren. We moeten met de hele ploeg aan kop zien te rijden. En uh, ja, Serie zal dat wel niet al te lang meer kunnen, want het is ene krachten. Ik had het te laten zien, anders had ik gereageerd met alle fliepen. Maar uh, ja, dat zit er dus nu niet in. Nizolo niet gaat daar opnieuw in de aanval. Dus gaan we moeten tempo rijden. Want het zijn natuurlijk geen uh, slechte renners die weggereden zijn. En de rest van het peloton gaat ook in de aanval. Maar we moeten hier proberen te rijden. En uh, waar het Viviani? Viviani zet eventjes in de problemen. Dus gaan we eventjes wachten dat hij niet te veel krachten verbruikt om in het wiel terecht te komen. Voilà. En nu mag Alain weer gas geven. Richting die drie vluchters. Want ja, die moeten we echt wel inhalen. Want uh, anders kunnen we niet winnen, natuurlijk. En het is nog altijd de bedoeling om de koersen te winnen. En uh, Viviani. Ja, de hele balk is toch wel aan de lage kant, dus uh, gaan we gaan een klein beetje moeten opletten. We zetten ook maar met een kleine groep meer van 21 renners. Dus uh, misschien zitten er nog andere sprinters, ik weet het niet. Ja, Groenewegen zit hier, Grijpel zit hier, Ferrari, Cavendish, Nizolo, Bennett, Gaviria. Het zijn eigenlijk alleen maar sprinters die hier zitten, denk ik. Ja, toch in het wiel. Zo dus gaan kijken. We hebben nog altijd die koproep niet te pakken. Dus dat is wel wat jammer. We hebben hier dus alle vlieg die wel bijna in de krachten is. Dus uh, we gaan een klein beetje moeten opletten zijn energie zal geven. En uh, ja we gaan naar 95. we gaan kijken en hopelijk kunnen we ze nog inhalen, want uh, ze reden wel goed door die koplopers. Nu is het dan Jacobsen mag ook aan 95. Dat is natuurlijk ook de sprinten, dus zometeen mag hij beginnen sprinten. En uh, ja, dan zal dat wel lukken, waarschijnlijk. Voilà, mag nu al de sprint doen. Ja, en Gilbert uh, zet hier natuurlijk nu eventjes in de weg. Dus uh, hoe gaan we dat oplossen? We gaan Gilbert zelf ook laten sprinten. En uh, ja, we zetten hier helemaal ingesloten. Met Viviani, oei, oe, oe, dat wordt heel moeilijk. Kan heel nog door, kan heel nog door, kan heel nog door. Ja, het is groene wegen denk ik. En uh, ja, we worden tweede. We zaten net iets te ver. Had ook zo bij natuurlijk voor Jakobsen moeten zetten. Dat Was eigenlijk een domme keuze van mij. Maar uh, ja, we zijn toch nog tweede geworden. Zat, of zag het toch niet echt naar uitzien en ben van die sprint niet, maar uiteindelijk toch nog een redelijk resultaat. Dan gaan we verder met de Bretagne Classic, een uh, koers van 260 kilometer, uh, heuvelachtig. al staat het hier al vlak aangetekend, dus ja, we zullen wel zien of het een sprint wordt, ik hoop het wel, want we moeten het al 5 halen, en we doen dat met bijna dezelfde selectie, enkel rijdt Peter Vakotje in plaats van Honoré, dus Alaphilippe Seri, Viviani, Gilbert, Richese, Vakotje dus, en Jacobsen. Nog iets minder dan 20 kilometer. En voorlopig gaat alles goed voor Viviani. Behalve dat hij natuurlijk een stuk van zijn hele balk al kwijt is. Maar hij zit nog in het peloton. En dat peloton telt maar 45 renners meer. Dus uh, het is al een moeilijke wedstrijd geweest. Nog een kopje van drie renners met Castro Viejo, Jul Jensen en Murisse. Maar die gaan bijna ingehaald worden. En uh, ja, Viviani zet hier dus met Vaakotje ook. Alaf Lip zet daar. En uh, dat is uh, misschien niet echt verrassend, maar hij heeft een valpartij meegemaakt. Net zoals Ricciese en Seri. Ricciese heeft moeten opheven, jammer genoeg. Had toch wel een slechte dag van maar toch had ik hem liever nog bij gehad. Serie heeft kunnen terugkeren, maar heeft veel krachten verspeeld. En daardoor ook uh, nu opnieuw gelost. Dus uh, nu gaan we wel eventjes moeten opletten met Viviani, want het gaat hier weer bij Hop. Want uh, ja, we moeten top 5 halen, dus we gaan het proberen met Viviani. We hebben ook nog Jacobsen, maar die is iets minder uh, goed, denk ik. Met zijn hele balk voorlopig. Dus dan uh, gaan we kijken. Viviani mag wat tempo maken zodat hij vooraan blijft. Maar als dat het geval is, dan is dat tempo niet nodig, natuurlijk. We gaan kijken hoe we die sprinttrein zullen maken. Scoeien met aanval, Castro Castroviejo opnieuw, Postel op bijgeeft. En uh, ja, we gaan even kijken voor de sprinter. Ik ga niet de fout maken van de vorige keer. En ik ga gewoon Jacobsen voor Viviani zetten. Jacobsen die trouwens ook gewoon 82 sprint heeft. Dus uh, ja, daarom ga ik proberen hem iets te, of, ja, laat, te laten aangaan zodat hij misschien ook nog kans maakt op een goed resultaat. Daarvoor gaan we dan zetten Alaphilippe of Gilbert. Ja, maakt op zich niet zoveel uit. Ze hebben al 2,71. Ik ga Alaphilippe nemen. Want ik denk dat Gilbert uh, een iets hoger hardtrace heeft. Iets hoger, een iets hogere, een redelijk wat hogere. Dus 75 tegenover 71. Voilà, dat is het dan. En dan moeten we nog bij op. Jawel, nog één keer moeten we op. Dus uh, we gaan Gilbert nu eventjes tempo laten maken. En uh, ja, we gaan wel moeten opletten natuurlijk dat die drie daar niet wegrijden. Want anders uh, gaan we opnieuw voor niets sprinten. En uh, waar is Alaphilippe gebleven? Daar komt hij dan. Na deze bocht gaan we iets versnellen. Kom aan Alaphilippe, waar blijf je? Ja, hij moet in het wiel van Gilbert natuurlijk. En nu kunnen we versnellen. 90. Hier gaat het nog bij, hop. Dus hier moeten we wel hopen dat uh, onze vrienden Jacobsen en Viviani blijven volgen. En het waren blijkbaar vier koplopers. Dan ook Haas was er naartoe gereden. En uh, we hebben ze bijna ingehaald. Castro Viejo daar opnieuw met een aanval. Maar uh, ja, we gaan eerst energie geven aan de renners. En zo bij mag uh, ja, afgeven, natuurlijk. Zo bij hebben we niet meer nodig, het is maar 3,8 kilometer meer. We gaan dan maar voor Alain En uh, ik ga hem nog niet op 95 zetten, zolang het hier bij hop gaat Want uh, anders zitten we met een probleem. Met de uh, Jacobsen en Viviani. Nu mag hij op 95 of ja, 99 zelf. Kom aan, Alain Philippe. Ha, ja de wens zet er niet in de wens zet er niet in nee nee we gaan zo lang mogelijk moeten wachten want uh, de rode balken van Jacobsen en Viviani zijn redelijk leeg Wat, Jacobsen ja, is nu één. nu is dan Viviani kan Viviani nog winnen kan Viviani nog winnen kan Viviani nog winnen zal het lukken nee ik denk niet dat hij wint toch wel Nee, het is Kallepioen niet We zijn opnieuw tweede. Na de Koers de in Hamburg, nu ook opnieuw tweede. Maar we hebben wel onze doelstellingen gehaald, want dat was top 5 natuurlijk. En naast Viviani eindigt ook nog Jacobsen in de top 5. Dus eigenlijk twee renners dus die de doelstellingen hebben volbracht. En ook Ala Philippe eindigt nog op een knappe zevende plaats. Wat wil dat zeggen voor de wereldtoestand? En dan ga ik voor. Lopen enkel naar de individuele stand kijken, want in de ploegstand weet ik dat ik aan de leiding sta. Dat wil zeggen dat Viviani toch wel dicht bij de top 10 komt. Uh, Alla Fliep ook trouwens, ten 11e en 12e. En uh, met jongens Gilbert en Mas hebben we nog altijd drie renners in die top 10. Dan even kijken naar het programma. We zijn nog altijd bezig aan de Vuelta trouwens. En uh, ja, daar kan jongens niet mee met zijn slechte vorm. Goldicht doet dat wel goed, want heeft al een paar races kunnen boeken in de vlakke etappes. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen concurrentie is. Toch niet in de sprint. En uh, voor de volgende aflevering, dan hebben we hier Paris-Brussel, maar die is niet zo belangrijk. Dat wordt dan de Quebec Classic en uh, de, Montréal, of ja, de GP Quebec en de GP Montreal. De twee Canadese Koesten. en ja, dat zijn heel vlachte koersen, dus dat zal wel iets worden voor Julien Alaphilippe. Maar dat is voor de volgende keer. Voor vandaag wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot ziens. Dag.